Goed. Dat is iemand, dus onder de 18 volgens mij, die zorgt voor een ziek familielid, geestelijk ziek of lichamelijk ziek. Hij zit in een rolstoel en hij kan zijn handen wat minder gebruiken. Hij heeft een aparte muis voor de computer, maar voor de rest gaat het wel. Ja, want hij heeft bij best heel veel dingen hulp nodig, hè? Klopt. Hij moet wel 's nachts. Hij kan zichzelf niet bijvoorbeeld omdraaien in bed. Dus 's nachts moet iemand hem even omdraaien een keertje. Kan niet zelf drink gaan halen. We zijn ook op vakantie geweest en dan merk je wel hoeveel zorg die nodig heeft. Er zit geen suiker in. Nou, als wij dat thuis allemaal zouden moeten doen, dan moet mijn moeder stoppen met werken en zo. Dat kan ook niet. Voor hem vind ik wel zo van, nou ja, je liep een paar jaar geleden nog. Nu moet je het met je hand een rolstoel besturen. Voor mezelf vind ik het niet echt moeilijk of zo. Ik kreeg te horen dat ik een gesprek had met iemand. En die kwam kijken of ik een jonge man te zorgen was. Toen dacht ik, huh? Dus dat wist ik van tevoren ook helemaal niet. En wat dacht je dan toen je dat hoorde? Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, dan ben ik dat blijkbaar. Dat verandert de situatie niet. Maar je kan wel dus leuke activiteiten doen met de jonge mantelzorgers. Ja, ik vind het zo raar om gewoon echt te zeggen van het is hier anders. Over ze ziek zijn of zo. Ze weten het wel allemaal. Maar ja, ik hoef daar eigenlijk ook niets over te vertellen. Ik zou niet weten wat ik moet vertellen daarover. Het is wel gewoon mijn vader. Maar ik hou niet zo van knoop dus. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Zo ervaar ik het niet en de meeste jongeren volgens mij ook niet. Nee, je hoeft geen medelijden in ieder geval te hebben. Wat wel? Ja, gewoon misschien een beetje steun als we het lastig hebben. Geen medelijden. Ik denk iedereen zou gewoon voor zijn vader zorgen als het zo zou zijn. Daarvoor hoef je hem ook niet anders te behandelen.